liepen samen langs de zee. We liepen samen door het zand. Een spoor van stappen, twee bij twee. En we liepen samen, hand in hand. En toen ik later het spoor bekeek, zag ik langs heel de baan. Daar waar mijn pad het moeilijkst bleek, slechts één paar stappen staan. Ik zei toen, liefste, waar was je dan? Juist toen ik jou zo nodig had. Juist toen ik zelf geen uitkomst zag. Op het zwaarste deel van mijn pad. Mijn liefste keek mij teder aan. En antwoordde mijn vragen. Juist toen jij het zo moeilijk had. Toen heb ik jou gedragen. Mijn hele leven houdt mij één vraag bezig. En dat is, wat leren wij onze kinderen en onze kleinkinderen om dat levenspad te gaan? Dat pad waar je het af en toe zwaar hebt, dat pad waarop je soms wil dat iemand je draagt. Maar waarbij ook soms jijzelf moet dragen. En ik ben ooit geïnspireerd geraakt door een verhaal. Een verhaal van de grote Italiaanse pedagoge Maria Montessori. En ze leefde in het begin van de vorige eeuw. En zij had een hele eigen opvatting over het opvoeden van kinderen. En over onderwijs.
En op een dag besloot de Italiaanse minister van Onderwijs naar haar school te gaan. De school waar ze directeur was en ook leerkracht. En toen hij op die school kwam en in het klaslokaal kwam van Maria Montessori, zag hij niet allemaal heel braaf kinderen netjes in een rij luisteren naar de juffrouw. Maar hij zag allemaal kinderen die allemaal hun eigen ding deden. En allemaal ook nog verschillend. Maar helemaal verbaasd was hij toen 10 minuten voor het einde van de les plotseling de gordijnen van het lokaal dichtgingen. En de kinderen met gesloten ogen roerloos in hun schoolbanken zaten. En toen de les voorbij was en de gordijnen weer open, vroeg de minister aan Maria Montessori: maar mevrouw, kunt u mij uitleggen waarom u dat net zo deed met die kinderen? Toen zei Maria Montessori: slechts in stilte horen kinderen de stem van hun ziel.